De nieuwe spoorwegterminal van Combinant in Antwerpen hoopt midden volgend jaar het streefdoel van 150.000 units op jaarbasis te bereiken. Een en ander werd gezegd op een persconferentie en op een viering, waarbij de terminal 2 maanden na de opstart nu ook officieel in gebruik is genomen. Combinant is eigenlijk een joint venture van BASF, Hupac en NMBS dochter IFB en staat open voor alle transportfirma's, spooroperatoren en producenten uit alle sectoren. Wel, open access wil eigenlijk zeggen is toegankelijk voor iedereen. Aangezien dat de terminal subsidies heeft gekregen zowel van de Europese gemeenschap EFRO als de Vlaamse gemeenschap, wil dit zeggen dat een publieke terminal moet zijn die voor iedereen toegankelijk is. Niet alleen naar eindklanten, maar ook naar de verschillende spoorwegmaatschappijen, de verschillende klanten en zo verder. De terminal die werkt met 3 kranen kostte 29 miljoen euro, waarvan 5 miljoen euro door Vlaanderen en 4,3 miljoen euro door Europa werd betaald. Er werken 30 mensen, eens op volle capaciteit kunnen er dat 35 worden. Wel, op deze moment doen wij per dag 4 treinen. 4 treinen op deze moment zijn dat Perpignan, Hyundai, Le Boulou en Verona. Dat zal naar het einde van het jaar evolueren naar 10-12 treinen per dag, waardoor dat wij denken op jaarbasis ongeveer 150.000 units te kunnen behandelen. Deze 150.000 units betekent ook 10 kilometer minder file per dag en een reductie van 30.000 ton CO2 per jaar. In de haven van Gent heeft ArcelorMittal een nieuwe 3e kraan in gebruik genomen. De nieuwe portaalkraan werd met de Zenhua 22 in 1 stuk naar de loskade van de staalproducent gebracht. Een huzarenstukje, want het was eigenlijk precisiewerk. De kraan is uitgerust met 3 grijpers, 2 voor ertsen en 1 voor kolen en heeft een hijscapaciteit van 40 ton. Daarmee kan de A8, dat is de officiële naam, van het Chinese ZPMC 1600 ton kolen en 1725 ton ertsen per uur lossen, wat een kwart meer is dan de bestaande tuigen. De kraan heeft bovendien een rijkwijde van 33 meter, waardoor ze ook bredere post-Panamax-schepen aan kan. Met de nieuwe kraan zal ArcelorMittal de bulkschepen die voor de aanvoer instaan dus sneller, efficiënter en ook goedkoper kunnen lossen.